De Antwerpse band The Ditch warmt het publiek op voor het eerste thuisduel tegen Assen Lennik. Het optreden in de Lotto Dome kadert in de nieuwe visie van Mazeik dat zijn 50-jarig bestaan viert. De landskampioen wil zijn fans verwennen en hen meer aanbieden dan volleybal alleen. Eigenlijk willen we de mensen een avond entertainment geven, een avond plezier geven. Zowel met een stuk muziek, sport en dans achteraf. Dus totaal spektakel. Het tijdstip van het optreden vlak voor de wedstrijd stuitte op kritiek bij de bezoekende coach Alain Dardenne. Zijn spelers konden volgens hem niet voldoende acclimatiseren in de Lotto Dome. Ik snap Alain natuurlijk, want hij praat puur vanuit de sportieve kant. En inderdaad, het gedeelte wat hij nodig heeft om gewoon te worden aan de zaal, dat gaat hij missen vandaag. Maar hij gaat er zoveel meer voor in de plaats krijgen. Hij krijgt een ploegvoorstelling zoals Lennik in zijn hele carrière nog nooit heeft meegemaakt. En Alain Dardenne ook niet. Mazeik start met nieuwkomers van Harskamp en Van de Voorde in de basis en laat niets aan het toeval over. Via een wervelende Van de Kraan staat de thuisploeg al snel 9-1 voor tegen een op papier sterk Assen Lennik. En met deze smash van André Lops pakt Mazeik de eerste set met 25-17. Ook in de tweede set kan Assen Lennik de Mazeikse platwals niet stuiten. Subtiel balletje van Jelte Maan, 19-12. Even later gaan de bezoekers in de fout bij de eerste setbal. 25-15, Mazeik pakt met sprekend gemak ook de tweede set. In de derde set houdt Assen Lennik lang gelijke tred, maar in de slotfase schakelt Mazeik een versnelling hoger. Het is Jelte Maan die de klus klaart, 25-22. Mazeik wint dus opnieuw met klinkende 3-0 cijfers en staat op zijn vertrouwde plaats, aan de kop van het klassement. Ik denk dat we goed gespeeld hebben vandaag. Dat we goed blokverdediging hebben gespeeld. Vooral Jo van de Kraan, die in het begin, joh, dat was echt weergaloos. Kom je met 9-1 voor of zo? Ja, dan wordt het moeilijk voor een tegenstander om lekker te gaan spelen. En dat zie je. We zijn aan onze tweede competitiewedstrijd. Ook de Supercup hebben we 3-0 gewonnen. Natuurlijk ben ik heel erg tevreden. Maar het is veel te vroeg om al iets te gaan zeggen over goed zijn of niet goed zijn.